Meneer Bruls, het is oktober. We zitten midden in de tweede coronagolf. In de zomer voorspelden mensen die al, hij is inderdaad gekomen. Is hij heviger dan u had verwacht? Nou ja, het is lastig om te zeggen wat je precies had verwacht. Maar wat mij vooral opvalt is dat het natuurlijk eigenlijk al vanaf augustus. zijn de besmettingsgetallen gewoon aan het stijgen. In het begin nog heel, heel gering. Maar vanaf begin september is dat fors doorgaan. Dus het is met name de lengte van. De van de periode die me nu opvalt. Kun je kunt niet helemaal goed vergelijken. Hè? Want we hebben natuurlijk nu veel meer testen, uh, waardoor je het uh, de vergelijken met en april... niet helemaal kunt, kunt maken. Maar dat is wat mij heel erg opvalt. En het gaat ook. Uh, nou ja, de echte daling, hè, op het moment dat wij elkaar spreken, is nog niet ingezet. Dus het is wel, het is wel stevig. Uh, dat mag je wel zeggen. Nee, je kunt hoogstens spreken misschien van een afvlakking van de groei, maar... Ja, kijk, het, dat is het goede nieuws, hè. Want uh, we hebben allemaal geleerd gekregen als amateurvirologen... dat het gaat om een exponentiële verspreiding. Dat wil niet zeggen 1 plus 1 plus 1 plus 1. Nee, het verdubbelt ja. Eigenlijk, ja, eigenlijk elke week. Nou, dat treedt niet op. Dat betekent dat die maatregelen, zo zegt het de RIVM ons ook... wel degelijk bepaalde effect hebben gehad. Wat je wel ook kunt zien, is dat de maatregelen die we... vanaf eind september hadden, ja, die helpen onvoldoende. Dus het besluit... Om half oktober nog strengere maatregelen te nemen, is denk ik in alle opzichten een juiste besluit. Tijd zal natuurlijk leren, en dat is natuurlijk de discussie: of je het bij die besluiten moet laten, of dat je nog stevige besluiten moet nemen, wat natuurlijk wel veel grotere maatschappelijke negatieve consequenties dan weer heeft, of dat je zegt je houdt het bij deze maatregelen, en daar ziet het denk ik wel naar uit. Maar die zul je wel maanden moeten volhouden. Dat is denk ik wel een voorspelling die ik ook hier durf te doen. Dit is niet een kwestie van in december hebben we het weer gehad en dan schalen we flink af. Dit zal nog wel een tijdje doorgaan. Het ging er toch over ergens in december kan er misschien wel het een en ander open. Dat ziet u niet gebeuren. Nou ja, iets open is natuurlijk het nodige open. Hè. Laten we dat niet, eh, niet vergeten. We hebben geen complete lockdown op, op dit moment. Maar de effecten zijn natuurlijk nu al dramatisch. Uh, de Horeca is natuurlijk een bekend voorbeeld. Maar ook voor andere instellingen. Hè. Als je maar maximaal 30 mensen in een zaaltje mag ontvangen. Ja, daar kun je geen schouwburg op draaien. Uh, uiteindelijk. En nog veel belangrijker dan die. Economische effecten, vind ik zelf, zijn toch ook wel de sociale effecten. Wat het doet met mensen. Je treft elkaar niet veel meer. Mensen zitten thuis. Een student zit op zijn of haar kamertje. Een oudere durft niet naar buiten toe, bang om besmet te worden. Nou, ze heeft iedereen wel zijn verhaal om zich heen. En ik denk wel dat het veilig is om te zeggen: van we moeten ons toch wel instellen hoe lang het duurt. Want zelfs als je nu gunstige effecten zou hebben... dat het aantal besmettingen zou afnemen... Ja. het aantal ziekenhuisopnames, heel belangrijk... zou gaan afnemen. Uh, uh, dan nog zul je, als je gaat teruggaan, we gaan niet naar nul. Hè. Uh, nee. Ik krijg soms wel eens de indruk dat mensen denken... als we dat met de hamer flink opslaan... dan kunnen we daarna ja, weer nou, ons nou, leven we pakken. Nee, dat, dat is niet zo. Uh, uh, een festival noemt dat. Ja, dat zal een van de laatste zijn, vermoed ik... die we plaatsvinden. Met andere woorden, het is wel veilig om te veronderstellen... dat je ja, de hele winterperiode... En ik denk dat je zelfs moet reëel moet zijn. Het zal dat heel sterk zal afhangen of dat vaccin ergens in het volgend jaar op grote schaal beschikbaar komt. Dat zal nog veel meer bepalen hoe we daarna verder gaan. Dan dat we nu al kunnen zeggen, nou, die maatregelen kunnen we ver gaan wegnemen. Mensen zijn in ieder geval wel erg bezig, merk ik, met een mogelijke tweede totale lockdown. Misschien omdat ze in het voorjaar natuurlijk ervaring hebben gedaan, met in ieder geval een intelligente lockdown. Dat mensen daarmee bezig zijn en misschien wel bang voor zijn. Is dan al de helft van de communicatie al gelukt? Want misschien gaan ze zich er dan ook naar gedragen. Ja, ik, zonder meer. Kijk, überhaupt is mijn beeld uh, dat de meeste mensen zich zeer bewust zijn van de risico's. Waarin we leven. Uh, en dat het dus uh, heel belangrijk is om die afstand te houden. Om een hygiëne te werken om druk te vermijden. Dat merk je in alles. Hè. Er zijn minder mensen die ergens heen uh, gaan. Ook in de winkels, zowel die open zijn, is, is het echt niet zo druk als bij wijze van spreken nog uh, één of twee maanden uh, geleden. En helemaal niet vergeleken met de periode voor, voor maart. En in winkels dragen uh, mensen mondkapjes, tenminste, en de overgrote. Dat, meerderheid. dat zie je ook. Hè. Je ziet dat dat, uh, waar toch best veel twijfel uh, was en is wat is eigenlijk het nut ervan maar puur het feit een dringend advies is geworden. Zie je dat steeds meer mensen het zijn gaan, uh, gaan dragen. Uh, Desalniettemin uh, zijn er natuurlijk ook nog uh, echt genoeg dingen waar we op moeten letten. En uh, zijn er ook nog wel mensen nou ja, die we er voortdurend op moeten aanspreken. dat het nodig is. Hè? We blijven toch wel discussies houden over. Uh, ja, mag je nu wel of niet met een groepje bij elkaar uh, komen? Het valt me ook wel op dat uh, sommigen toch nog steeds proberen van. nou ja, ik wil toch nog de popcorn in de bioscoop verkopen. Ja, weet je. Uh, ik snap het allemaal wel, maar het is ook wel een beetje flauw om steeds die grenzen te blijven opzoeken. Uh, dus de regel is, geen eten en drinken. Uh, een heleboel restaurants en cafés die leggen nu letterlijk het loodje omdat ze niet meer kunnen voorbestaan. Dan zou ik zeggen, wees dan ook solidair en ga nou niet voortdurend blijven vragen om een uitzondering te krijgen. Dat valt mij nog wel op dat ik bij sommige bedrijven nog steeds de discussie moet voeren uh, over uh, dat laatste beetje wat ze dan toch nog willen verkopen in plaats van, hé, hey, we wilden toch met z'n allen corona terugdringen. En daarvoor moet je nu zorgen dat je alles, wat ervoor zorgt dat de mensen te veel bij elkaar komen, ja, dat moet je nu beperken. Dus ook het verkopen van popcorn ja. aan een standje, dat moet je gewoon niet doen in de bioscoop. Maar het is, ook, dat wel, mag ook, het niet, is hè? ook wel ergens begrijpelijk dat mensen, ja, en zeker ja. ondernemers, zo'n ja. grens willen opzoeken. Ik begrijp die het. Die het water aan de lippen staan, maar, dus maar tegelijkertijd zou ik zeggen, kijk ook eens naar je collega ondernemers bijvoorbeeld, in de horeca of in de cultuursector. die heel weinig tot niks mogen. Ik bedoel, als jij een restaurant of een café hebt. dan mag je eigenlijk gewoon helemaal niks op dit moment. Ja, je mag er wat, wat leveren. Mensen mogen wat afhalen. maar dat is bedrijfstechnisch. Ik sprak van de week nog een horeca -ondernemer. ja, dat, dat, dat stelt weinig voor. Kortom, laat ook daar wat solidariteit zien. Dat snap ik wel. dat we allemaal aan hetzelfde schuitje zitten. En ik heb met iedereen het volste begrip. hoe moeilijk het. Uh, is, uh, maar het helpt niet om dan steeds de grenzen te willen opzoeken, uh, want we gaan die grenzen dan toch niet versoepelen. Ik kan die grenzen ook niet versoepelen tenzij het kabinet op een gegeven moment zegt van: nou, oké, okay, nu gaan we de maatregelen wat afschalen en nu komt er wat meer. Uh, Ruimte. Dus laten we dat gesprek niet voeren. We kunnen betere energie stoppen in van hoe houden we perspectief erin? Hoe kunnen we mensen ondersteunen die het moeilijk hebben? Hoe kunnen we ondernemers ondersteunen die het moeilijk hebben? Hoe kunnen we in de vele mensen ook helpen zodat ze psychisch ook volhouden? Want er is natuurlijk best wel. Wat nood. En laten we eerlijk zijn, het grijze weer van de afgelopen weken helpt natuurlijk dan ook uh, niet. En we moeten de winter nog met elkaar door. Dus laten we daar de energie in stoppen en niet in hoe we zo creatief mogelijk met de regels kunnen op, uh, omgaan. Daar, heb, daar zijn ze bij mij een verkeerd adres. Dat vind ik echt niet uh, de weg waarop we op moeten gaan. Nou, Laten we het over perspectief hebben. Maar goed, aan de andere kant zegt u ook: het is niet duidelijk hoe lang het gaat duren. We weten niet wanneer er een vaccin is. We weten niet hoe lang dat vac vaccin werkt dan bijvoorbeeld ook. Hoe kun je dan mensen toch perspectief bieden voor een wat langere ja, periode? Nou ja, ik, ik denk dat het dus wel verstandig is om uit te stralen van... dit is niet een kwestie van één of twee maanden... maar het gaat echt nog lange maanden duren door het voorjaar. En nogmaals, dat zou wel eens verder kunnen gaan... afhankelijk van wanneer dat vaccin op grote schaal beschikbaar is. Kortom, maanden. Daar gaat het zeker ja. over. Van de week bijvoorbeeld heb ik gesproken met uh, vertegenwoordigers... van de diverse studentenverenigingen in de stad. Hè, de gezelligheidsvereniging, de studievereniging, uh, culturele... Uh, ...verenigingen, studentencoren... Uh, ...maar ook de sportverenigingen... ...de verenigingen van buitenlandse... ...studenten. We hebben ten slotte een behoorlijk... ...grote internationale gemeenschap ook... ...hier bij de universiteit en de hogeschool. Nou, met hen heb ik ook op die manier gesproken... ...wat kunnen wij doen en waar kan ik bij helpen... ...om de komende weken en ook de komende... ...maanden goed door uh, te komen. Nou, dat zijn de gesprekken... ...hoe we perspectief kunnen bieden. Want dat zal ook... ...voor iedereen verschillend zijn. Iedereen ja. snapt wel... ...dat als jij een student uh, bent... Uh, ...en zeker als je uit een... ...verder weggelegen land komt, daar kun je niet snel terug naar je ouders... ...dan zit je hier op je kamertje eh, en daar kun je niet de hele dag door je... ...met studenten waarvoor je gekomen bent de dingen doen. Je kunt niet naar college toe, maar dat is een hele andere situatie... ...dan een ouder die in een tehuis zit en waar de bezoekregeling wordt ingeperkt. Nou, al die mensen, en ik kan een heleboel voorbeelden noemen... ...daar zullen we mee in gesprek moeten en elkaar helpen om perspectief te bieden... En dan hebben we elkaar allemaal voor nodig. Al die nijmegenamen, meegenomen. Dat kan ik nooit alleen natuurlijk met gemeentebestuur doen. Kunt u zo'n, als om dat voorbeeld er even bij te pakken, zo'n studentenvereniging. Kunt u die dan iets concreets bieden? Nou, wat, wat zij bijvoorbeeld heel belangrijk uh, vinden is van al, die, die zaten er trouwens heel goed in. Uh, die snapte heel erg goed een volledige steun voor de maatregelen, maar die hadden zoiets van kunnen we niet al iets gaan voorbereiden. Dat je bijvoorbeeld over een aantal maanden, als er misschien meer kan, eens een mooie week met, met activiteiten kunt uh, doen. De, deels digitaal en daar waar het al kan, ook fysiek. En ten tweede op korte termijn. Uh, zij gaan er nu ook over nadenken. Hoe ik bijvoorbeeld zelf. of samen met anderen uit de gemeente. ook eens met meerdere studenten digitaal. het gesprek aan gaan. om hen ook duidelijk uh, te maken: van. Uh, A, ah, jullie doen allemaal goed je best hè, om ook een beetje negatieve beeldvorming weg te werken. Want zij zeiden, we hebben er wel wat last van. Iedereen wordt over één kam geschoren en dan wordt er gezegd van... die studenten die zijn, die veroorzaken die besmettingen, die doen het niet goed. Nou, dat is niet waar. Uh, en die, zij hebben ook behoefte en daar wat te horen. Bijvoorbeeld van mijn kant van, nee hoor, je doet het ook hartstikke goed. En natuurlijk, diegenen die het niet goed doen, uh, daar moeten we mee gebeuren. En let ook op in bijvoorbeeld in je studentenhuis. Nou, dat is bijvoorbeeld rondom studenten waar je concreet wat dingen kunt doen... En ik hou me aanbevolen uh, voor natuurlijk andere mooie ideeën. En ik denk dat dat de weg is die we nu, Daar moeten we nu echt al onze energie in stoppen. En niet in slepende discussies over moeten de regels niet nog strenger of moeten ze juist minder uh, streng. Accepteer naarmate we beperkingen zullen hebben de komende uh, maanden. Wat is de invloed van deze situatie op de begroting van de stad? Nou, we hebben natuurlijk behoorlijk wat extra uitgaven, omdat we sportverenigingen, bedrijven, culturele instellingen zoveel mogelijk proberen te ontzien. We hebben echter gelukkig wel, dat kan niet elke gemeente ons nazeggen, eh, nazetten. Een behoorlijk gunstige financiële situatie. De Nijmegen is en blijft een groeistad. Hè. Er komen nog steeds mensen hier, hier wonen. En dat betekent dat qua inkomsten uh, ja, wij een vrij stabiele inkomsten hebben. En onze risico's goed hebben afgedekt. Dus we kunnen die extra uitgaven die we hebben in het kader van corona. Samen natuurlijk met de steun die we krijgen van de Rijksoverheid en uh, de provincie. Kunnen we dus ver goed oppakken. Um, belangrijk is natuurlijk wel dat dat. De keuzes van nu zijn. We hebben woensdag, afgelopen woensdag, is de begroting uh, in trouwens een prima en, uh, stemming. En ook uh, behoorlijk snel. Echt een compliment aan de gemeenteraad. Hoe, uh, hoe bewust men van was van de bijzonderheid van de situatie. en hoe men uh, tot besluit is gekomen. We hebben die vastgesteld, dus, maar gelijk ook gezegd: van, ja, het kan over een maand natuurlijk best wel grote verschillen gaan uh, geven. Laat staan over een aantal maanden. Dat kun je helemaal niet zo voorspellen. Dus het is wel een begroting. Meer dan andere jaren, waar je een disclaimer aan moet koppelen. van dit is echt alleen maar met de kennis van, uh, uh, van nu. En dat komt echt uh, door de corona-omstandigheden. En, en, kun je uh, dan over een maand gaan bijsturen? het uitgeval wel natuurlijk. Hè. Wij kunnen natuurlijk uh, noodbreekt wetten. We kunnen op elk moment zeggen: hey, die begroting klopt niet meer, die moeten we nu aanpassen. Het is meer de onzekerheid, denk ik, uh, naar het volgend jaar al kijken, naar 2021. Omdat je veel minder dan het verleden echt kunt voorspellen uh, wat je wil gaan doen. Omdat er, uh, ja, hoe het precies bijvoorbeeld gaat met de economie. En wat dat voor gevolgen heeft ja. ook uh, voor de gemeente Nijmegen. En ook voor de inkomsten en uitgaven die we hebben. Ja, dat kan bijna niemand precies voorspellen. Er is één partij die elk jaar een tegenbegroting uh, presenteert in Nijmegen. Dat is de VVD. Uh, heeft u daar waardering voor? Ja, zeker. Uh, ik vind het heel goed uh, dat, uh, dat er... Uh, uh, als je het anders wil hebben. dat je dan op tafel hebt. En ook aangeeft wat je dus niet doet. Hè, want dat is. Uh, merk je wel vaker in de politiek wel wat lastig. Wel ja. zeggen wat je wil hebben, maar niet bereid om te zeggen wat het niet doet. En zeker in deze tijden, waarin de uh, financiën, uh, ondanks dat onze begroting dus wel gezond uitziet, nou ja, het is niet uh, super. Er zit veel, los van corona al veel onzekerheid om een gemeentevlank. Dus inderdaad, alle waardering voor wat de VVD heeft gedaan. En trouwens, andere fracties ook. Er waren ook andere fracties die op onderdelen wijziging wilden doen en daar ook uh, keurig hebben aangegeven hoe ze dat wilden betalen. Wat ik trouwens heel positief vond dit jaar bij de begrotingsbehandeling is uh, niet alleen wat ik net al zei uh, dat men echt wel bewust was van de bijzonderheid van de situatie, maar dat ook een aantal mensen uit de oppositie uiteindelijk voor de begroting hebben gestemd. En uh, daar ben ik als burgemeester wel tevreden over. Niet omdat ik uh, uh, het politieke debat helemaal willen uitvlakken, uh, want ook dat is wel, uh, wel gevoerd. Uh, maar omdat het in tijden van crisis ook belangrijk is dat we zoveel mogelijk steun geven. En dat je ook kunt accepteren: oké, okay, een meerderheid maakt een aantal keuzes die ik niet helemaal goed vind. Maar een aantal belangrijke dingen voor mij staan er gelukkig wel in. En dus alles, alles optellend. Uh, st st ja, steunen wij ook de begroting, ook al zitten we niet in de coalitie. En dat is wel van lang geleden dat die sfeer uh, er ja. ook uh, was. Vond ik echt heel opvallend. Ben ik, is dat, uh, dat een crisistijd die mensen bindt of zo? Um, het werd wel door een enkeling uh, zo aangegeven, die overweging. En uh, nou ja, zoals bij elke crisis, die brengt heel veel ellende, maar soms ook wat goede zaken. Dit zou ik wel eentje vinden. Die we hopelijk volgend jaar, ervan uitgaan dat we dan uit deze coronalende vertrokken zijn, die zou ik wel willen terugzien. Want dat vind ik wel goed. Ik bedoel, ik denk dat iedereen die debat heeft gevolgd, heeft kunnen zien wat elke partij wilde. Dus ook waar hij niet eens was. En dat je dan kunt zeggen: van nee, ik stap over die schaduw heen, want ik vind het belangrijk om over datgene waar we het eens zijn, daar steun aan te geven. Want bedenk, als u tegen de begroting stemt, stemt u tegen alles, hè? Ook tegen datgene waar je mee eens bent. Dus je kunt hem ook omdraaien. Dan dus zeggen: Nou, maar een aantal onderdelen ben ik het oneens. En het merendeel ben ik het mee eens. Dus stem ik voor. En voor mij mag dat wel, uh, wel vaker gebeuren. Het zijn uh, steeds kortere dagen. Er is niet zo heel veel positief nieuws, mogen we toch wel zeggen. Uh, maar gelukkig is het in december altijd ook tijd voor kerst. En al eerder, normaal gesproken, komt de Goed Heiligman deze kant op. Zeker. zeker. Maar hoe gaat dat dit jaar? Nou, ik heb de indruk dat het wel uh, toch gaat, gaat lukken. Hoe het precies is, daar moet ik ook nog allemaal horen van, uh, van de Sint hoor. Maar uh, uh, ik vertrouw erop uh, dat die komt. Maar ja, zonder een grote intocht uh, door, de, door de stad. Dat is zoals met alles, uh, met alle evenementen uh, gaat dat niet. En dat geldt uiteraard ook voor, voor de Sint. En, uh, ja, dat is heel erg jammer. Dat is heel erg jammer. Net zoals de op, uh, goed voorbereid uiteindelijk niet mag doorgaan. Het is wel een maand om ons toch wel op te verheugen. Het is wel eens wel een donkere maand. Maar we hebben natuurlijk met de Sint en met de Kerstdagen en met de Oude Opnieuw uh, ook een eigen kring kun je er toch een leuke tijd van maken. Het gaat ook vaak meer, bij die feesten is vaak de verwachting, vaak nog misschien wel leuker dan het feest zelf. Zeg nou eerlijk, als je zo al weken aan het verkneukelen bent, ja het gaat gebeuren, dat is al leuk. En dat kan dit jaar ook. We kunnen er best wel iets moois van maken. We kunnen ons alleen niet verheugen met, op familie van alle uithoeken van het land die bij ons langskomt. Uh, waarschijnlijk niet. Hè. Kijk, als je reëel bent, uh, zal dat advies om uh, thuis een beperkte kring gast ontvangen. dat zal waarschijnlijk ook wel rond die feestdagen gelden. Dat zou mij verbazen als dat helemaal zou worden opgetrokken. Dus het is inderdaad verstandig bij de voorbereidende feestdagen. Ik kan het hier mooi vertellen. Reken houden dat het een kleinere kring gaat. Dan kunnen we ons toch ergens op verheugen? Ik denk het wel. Ik denk dat Nederlanders en de Nijmegenaren creatief genoeg zijn. Wat als mij iets opvalt in de voorbije acht maanden, is juist hoe de samenleving. ...is blijven functioneren. Ik heb het woensdagavond bij het begrotingsdebat in de raad ook gezegd... ...van het is ontzettend belangrijk om oog te hebben voor de mensen waarmee het slecht gaat... ...de ondernemers die het moeilijk hebben. Maar let ook op, de samenleving functioneert. De scholen draaien... Uh, we kunnen nog steeds uh, uh, de dienstverlening geven als, als overheid. Bedrijven zo goed en kwaad als het kan. Uh, die open mogen zijn natuurlijk, die proberen het toch te draaien. En hebben zich soms ook heel erg aangepast door bijvoorbeeld alles via beeldbellen uh, uh, te doen. Kortom, um, we zijn ook wel mensen en we zijn ook wel flexibel. En dat geldt toch zeker voor Nijmegenaren. We hebben al zoveel uh, crisis en toestanden in twintig hebben meegemaakt. Uh, dit gaat ons ook wel lukken. Bemoedigende woorden. Dank u wel. Graag gedaan.